Dit is echt de beste look ever. Oké, nee, in ieder geval. Hoi, super. Ik ga naar een nieuw deel. En vandaag heb ik een soort van update video. Want ik zal het allemaal uitleggen. Ik heb in het verleden, nou ja, voordat ik mijn kanaal begon, super veel kleurde haar gehad. Echt, oh god. Echt super veel, echt honderden. Maar één kleur nog niet. Nou ja, eigenlijk wel, maar dat was met haar krijt niet met spoelen en zo. Dus ik dacht van, joh, waarom doe ik dat? Die kleur niet even gewoon aan de spoeling. Die kleur wilde ik al zo lang. God. Ik ben echt een deur om zo'n die pet, jongen. Nee, is oké. In ieder geval, het is een andere haarkleur weer. Ik heb ja, in het verleden ook heel veel kleuren haar gehad. En vandaag heb ik weer een nieuwe kleur. Jee. En dit is de eerste keer in 2018, jongens. Yes. Nou, ik ga jullie niet aan laten wachten. Ik ga het gewoon laten zien. Oh my god. Dit is de kleur. Het is paars. Ja, het is paars en ik hoop dat jullie het leuk vinden. Ik vind het heel erg leuk, gelukkig. Als een beetje roze ondertoon even komt, omdat het roze onder zit. Die niet goed gepakt heeft. En toen heb ik paars gekocht bij de kruidvat. En ik kan wel even mijn haar van die gebruiken. Ik heb namelijk deze gebruikt van Colorista. Dit is altijd zo. Dit is echt. Is het heel. Dan lukt het niet echt. Kijk. Zie die mooie plaats met die paarse haar hier. En dan verf je het zelf. En dan valt het eigenlijk wel reuze mee. Want de donkere plekken die ik heb hiervoor. Is het gewoon nog een beetje blond. Maar oké. Dat maakt ook verder niet uit. Ik ben super blij met deze haarkleur. Yay! Dus, vond je deze video leuk? Doe een duimpje omhoog. Abonneer je beneden. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei. 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 Oké, doei.